Wij gaan toen naar ons eerste muzikale intermezzo in het programma van de Crescendo's. Hun televisiedebuut, ook voor de Hos, maar ook in het algemeen in Harense muziekgroep. Het eerste nummer, Hey Goddemee. Dat was het debuut van de Crescendo's. Prima gedaan hoor. Jullie komen dadelijk nog twee keer terug dus. Ik sta hier bij de presentatietafel met twee mensen die in Helvoort wereldberoemd zijn. Omdat ze behoren tot de organisatie van het Helvoort Weekend. En daar gaan we het over hebben. Zullen we eens beginnen met het feit dat er dit jaar een 20-jarig bestaan van het Helvoort Weekend is? Dat is eigenlijk wel heel speciaal, hè? Ja, heel speciaal. Besteden jullie dan nog extra aandacht aan? Of? Zeker, doen we extra aandacht. Eigenlijk. Ik zal even de paastak bij jou in het gezicht halen, joh. Nee. Wel heel mooi voor de decorploeg. Maar het 20-jarig jubileum loopt eigenlijk door het hele weekend heen. Wij hebben het dan ook speciaal een feestweekend genoemd. Maar je ziet in elk programma-onderdeel zie je wel een stuk terugkomen. Ja. Dat in het teken van het jubileum. Ja. Het is eigenlijk het Helvoorts Weekend, maar jullie beginnen al zaterdag 3 mei. Ja, en dat loopt dan de hele week daarna gewoon door. We beginnen 3 mei met een showavond. Wij noemen het intern ook wel eens een goodwillavond. Die avond kunnen wij onze medewerkers uitnodigen in de watten leggen. We kunnen onze sponsors uitnodigen. En daarbij een aantal andere mensen die de kosten moeten betalen van de avond. Maar onze vrijwilligers, die proberen we daar zoveel mogelijk. Ik hoor in Helvoort wel eens van, ja, 3 mei, dat is een echt avond voor de vrijwilligers, voor de sponsors en zo. Maar er zijn ook mensen kunnen ook een kaart schrijven die avond, hè? Jazeker, hoor. Ik denk dat er genodigden zijn 1000 mensen alles samen. 1000, ja. Vrijwilligers plus mensen die er iets mee te maken hebben, sponsors en dergelijke. Mm-hmm. Daar buitenom hebben uit Helvoort zeker nog meer dan 1000 mensen alle kaart gekocht. Dus meer dan 1000 al, ja. Dat wil zeggen dat al bijna met 2000 mensen uit Helvoort in de tent zitten. Ja. En er zijn nu nog iets van 600 kaarten die we nog in de verkoop gaan brengen. Want de tent die blijft even groot, er kunnen 2700 mensen daar. Nee, die hebben we iets vergroot. Ja? Dus die is, wat dat betreft is die 10 meter langer geworden. Dus de ruimte was wel beperkt, maar die komt 1,20 van de grond af te staan. En dat wordt dan tevens het podium. Dus dan kunnen we daar over de zandbak heen kunnen we overheen bouwen. Maar dat ik heb al begrepen dat er bij zo'n muziekavond maximaal 2700 mensen mogen komen. Die mogen er nu ook maximaal komen. Maar je hebt een iets grotere tent, dus mensen hebben iets meer bewegingsruimte.
Ja, ze kunnen iets beter bij de bar komen en zo. Ja. Dat betekent dat, dat gewoon. Is bijvoorbeeld, bijvoorbeeld voor die avond van 3 mei houden we ook expres wat meer ruimte. We hebben ook wat stoelen en tafels erin staan. Maar voor de andere avonden is het zeker zo dat we meer capaciteit hebben gekregen. Ja. Dus op donderdag, vrijdag en zaterdag kunnen er meer mensen in als andere kunnen er meer mensen, En dat gebeurt ook. Dat meer is wel onze bedoeling. Dat is wel het hoop, Ja, dat zal toch wel lukken. Jullie zijn toch elke avond uitverkocht. Dus, dat 20 jaar bestaan loopt door het hele programma heen. Rini, wat vind jij het leukste programma-onderdeel? Wat is natuurlijk het onderdeel waar jij het meeste bijdrage aan hebt geleverd. Maar wat vind je zelf het aardigste? Ja, wat dat betreft zijn alle activiteiten zijn op zich aardig. Dat is een laag bestuurslid, alles is leuk. We staan met z'n allen achter het complete programma. Dus we streven erop om met z'n allen iets moois neer te zetten. Dus ik denk voor ons gevoel dat daar geen onderscheid in te maken is. Nee, dat zijn bij Johan, voor jou geldt hetzelfde? Ja, alles is we proberen zoveel mogelijk alle doelgroepen te benaderen. Ja. Van jong tot oud. Iedereen wil hem toch zijn speciale aandacht geven. Dan haal ik er een onderdeel uit. En daar was het eigenlijk ook om begonnen. Ik heb gehoord dat zaterdagmiddag, daar heeft trouwens ook al iets op de kabel gestaan. Heel speciaal. Ik heb begrepen, er wordt gigantisch feest aangeboden. Ja. En, vertel jullie maar wat er gebeurt. Nou, in de voorafgaande 2 jaar hadden we in principe al een kinderprogramma op de zaterdagmiddag. Dat willen we nu in een iets groter opzetten, dus ook met de gemeentelijke herindeling. Men zegt wel eens ooit, wie de jeugd heeft, die heeft de toekomst. Dat is waar. Dus wij beginnen bij de jeugd. Ja. Uiteindelijk zijn we ook een jeugdvereniging, dus we zeggen van, god, daar moeten we ook speciaal iets voor doen. Ja. Maar je zegt de herindeling, dat betekent dus niet alleen maar de Helvoortsjeugd? Nee. Alle kinderen van alle 4 de kernen, die worden uitgenodigd om op die middag aanwezig te zijn. Het wordt een discomiddag voor de jeugd. Er komt een optreden van Hakkebar. De tent is ook ingedeeld. Wat dat betreft. Zeer bekend, Hakkebar. Ja, Hakkebar. Dat is een prijsschot. Van daar komt Kabbertje. Dat is eigenlijk een van de meest bekende nummers. Dus de tent is ook aangekleed voor de middag. Een discoperform komt erin. Ja. Die kinderen die komen uit S, uit Haren, uit Helvoort, uit Biezenmortel. Kinderen, tot hoeveel jaar mogen ze komen? Van 4 tot en met 15 jaar. Van 4 tot en met 15? Ja, we hadden eerst gedacht van we doen alleen de kinderen van de basisschool. Maar daarna zeiden we, er is altijd een groep die net ertussen valt. Vanaf 16 gaan ze naar de disco uit. En dan hadden we die groep van 12 tot en met 15. Zouden we dan weer uit de boot vallen. En we zeggen, nou doen we het van 4 tot en met 15 jaar. Die komen niet allemaal met fietsen, die kinderen? Nee. Hoe komen ze hier? De kinderen van de basisschool, er zijn een aantal bussen ingezet van de BBA. Die middag gaan rijden om de kinderen in de dorpen op te halen en ook weer netjes thuis te brengen. Dus daar komen nog een schrijver van die op de school uitgedeeld gaat worden. En waarvoor dat we dan ook een beetje een opgave gaan vragen van wie dat er komt. Dat we enigszins in kunnen schatten van hoeveel bussen dat we moeten gaan laten rijden. Dus hebben jullie dat berekend? Stel dat die kinderen allemaal komen tussen de 4 en de 15. Hoeveel kinderen moet je dan rekenen uit die 4 kernen? 1500 kinderen. Op de basisschool, hè? De basisschool van de 4 kernen zitten 1500 kinderen. Dus, 1500? Ja. En dan heb je de categorie van 12 tot 15? Die hebben we nog niet, Die hebben we nog niet berekend, maar dat kunnen we nog instellen. Maar goed, die tent, 2700 kinderen kunnen er wel in, hè? Stel dat de ouders mee willen komen, die hun kinderen komen brengen. Kunnen de ouders kinderen begeleiden? Kunnen die meedoen met de disco? Of hoe gaat het? Ja, die mogen uiteraard mee naar binnen. Ja. Het is niet de bedoeling dat ze eigen op de discovloer begeven tussen de kinderen. Want dat is specifiek voor kinderen. En ze moeten het eigenlijk ook nog houden aan een speciale regel. Omdat we heel de middag alles alcoholvrij hebben. Dus er wordt helemaal niets geschonken. Aan jong niet en aan oud niet. Nee. In de grote tent. Ja. Nee, er was geen... In de grote tent geen alcohol op zaterdag. In de grote tent geen alcohol, ja. En hoe duur is de entree? Want dan kunnen ze nu al daar vast voor gaan sparen. Ja, nou, dan moeten ze wel snel beginnen, want anders halen ze erin. Maar de entree is gratis. Entree is gratis. Dat heeft ook weer te maken met onze jubileumweekend. Zeggen van, nou, we moeten iets doen, we doen iets extra's. Dus de entree is gratis. Ja. Consumptieprijzen zijn 1 gulden. 1 gulden, nou, dat vind ik... Ja, dus het moet een goede kopen middag worden, mensen... Ja. Gehaald en weer thuisgebracht. Ook gratis. Ik denk dat de kinderen en hun ouders ook dat een heel leuk initiatief van jullie vinden. Ja. Goed voor de integratie van de 4 kinderen. Wij hopen dat echt aanslaat. Ja.
Nou, ik wens jullie heel veel succes. Jullie zullen al bijna met de organisatie zover zijn dat alles in orde is. Alleen de kleinigheden moeten nog. Ja, dat klopt. Ja, nee, ja? We zitten op. Ik zeg dat zomaar, maar dat is echt zo. Nee, het is altijd even spannend. Twee maanden van tevoren van hebben we nu alles gedaan, hebben we niet alles gedaan. Ja, even nog glad plooien, glad strijken. We zitten op rit, dus het komt goed. Ja. Mag ik jullie heel veel succes toewensen? Maar goed, dat lukt eigenlijk elk jaar. Maar vooral bij deze 20e editie. Ik moet zeggen dat ik het een heel leuk initiatief vind die zaterdagmiddag. Ik denk dat het leuk is voor de jeugd die misschien de leeftijdscategorie 12, 15... die toch altijd tussen wal en schip valt, dat die toch extra voorzien worden. Ja. En ik heb Hakkebouw wel eens op tv gezien. Dus geweldig. Ja, buitengewoon. Ik denk dat ze zich wel amuseren. Ja, zeker. Heel veel succes en we zien elkaar nog wel op de helft van het weekend. Bedankt. Okay. Tot ziens. Okay. Ja.